Hi, ik zou nog een keer uitleggen hoe het allemaal werkt met ons energiebedrijf. Nou, dat is hier. Ik zal even uitleggen wat het allemaal is. Dit zijn omvormers. Eén grote voor apparaten die veel stroom verbruiken, zoals bijvoorbeeld het koffiezetapparaat. En kleinere omvormers voor, eens even kijken hoor, gewoon de laptops, internet, verlichting. En dit is een vormvormer voor de stuurgroep. Dus die stuurt het hele systeem aan via relais en draadjes enzovoort enzovoort. Dit zijn opladers. Dus als we de generator gebruiken, die staat hier. Dat heb ik al een keer laten zien, hè? Dat is deze. Dan kunnen we de accu's opladen. Via de opladers. Dat doen we meestal 's ochtends als we toch koffie zetten en alles aansluiten. Dan laten we de accu's ook even een beetje opladen zodat ze zich lekker voelen om de zon te ontvangen. Nou, hier komt de zon binnen. Even laten zien, hè. Kijk, daar zijn de zonnepanelen. Een nieuwe is in de aanbouw. Die staat daar een eindje verder. Dan gaan we de koelkast continu gebruiken. Dat doen we nu nog niet. We hebben natuurlijk van de winter helemaal niet nodig gehad. Die stond in de voortent, of die staat in de voortent. Maar goed, we zijn nu hier. We maken dus gebruik van accu's van auto's. Dat werkt heel goed. Het zijn gewoon simpele loodaccu's. En die kan je gewoon goed opladen en goed gebruiken. Hier zie je allemaal mooie knopjes, schakelaars met kleurtjes erop. Dat heeft Sander speciaal voor mij gedaan, dat ik het ook nog straks kan bedienen. Een metertje om door te meten hoe hoog de accu's staan. Hier zie je alle stroomkabels, die gaan naar de werkplaats en naar de caravan. Nou, volgens mij was dat het wel zo'n beetje. Ja, dus. Niks, geen speciale kabels voor zonne-energie of speciale batterijen of speciale omvormers met wifi. Gewoon simpel omvormers voor van vrachtwagenchauffeurs, loodaccu's. Gewoon installatiedraad en gebruik van startkabels. En zo hebben we een low-budget energiebedrijf gecreëerd waar we heel goed mee kunnen leven. En nu de zon zo mooi schijnt, loopt het met bakken binnen. Kijken, heel mooi weer. En nog een laatste nieuwtje. Het huisje daar staat te koop. Dus als je interesse hebt, laat het weten. A plus!